Waarvoor was u vandaag hier, meneer? Ik had graag een keer alle nieuwe dingen dat ze over gesproken hebben en een keer live gezien. Vooral de Office 2007, die mij vrij interesseert, omdat ik daar hele dagen in programmeer. Ik heb er enorm veel over gehoord en met hetgeen dat gezien, als het echt concreet zo werd, zal ik zeker niet teleurgesteld zijn. Donc, première question, quel était en fait le but principal de votre présence ici à cet événement Microsoft? Est-ce qu'il y a un point d'intérêt particulier pour lequel vous êtes ici aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, je suis venu pour évaluer un choix de plateforme technique pour le développement d'une plateforme communautaire. Et a priori, je m'orienterai vers la plateforme Windows Vista avec SharePoint. Qu'est-ce que vous avez assisté au discours de Bill Gates? Qu'est-ce que vous allez en retenir essentiellement? Ce que je retiens essentiellement, c'est un petit peu la capacité de Bill Gates à englober en fait toute l'infrastructure avec une vision qui n'est pas nouvelle, mais qu'il met en pratique au bon moment. Waarvoor was u vandaag hier? We waren hier eigenlijk samen met een collega was ik hier omdat wij met ons bedrijf sinds kort Microsoft partner zijn. En we waren geïnteresseerd in vooral de oplossingen naar mobility en de oplossingen naar PDA's en toestellen toe. En aangezien de lancering van Exchange 2007 vandaag was, heeft dat er zeker mee te maken. En daarom kwamen wij, en natuurlijk ook wel, ik wil redelijk toegeven, om eens Bill Gates zijn levende lijve te zien. Dat speelt wel mee als hij op de affiche staat om op de uitnodiging. U heeft hem gezien dan, is hij u bevallen? Hij is ons bevallen, maar in zekere zin heeft hij ook niet zoveel dingen gezegd dat we nog niet wisten natuurlijk. Uiteindelijk, ik denk dat iedereen die een beetje te maken heeft met IT wel weet dat wat de lijnen zijn en wat ze zullen zijn in de toekomst. Hij heeft die nog een keer goed benadrukt en nog een keer zijn visie erover gegeven. Maar uiteindelijk denk ik dat ook iedereen in zijn achterhoofd wel al een beetje de visie van Microsoft door heeft en weet wat die is. Maar het was wel interessant om hem eens live en in levende lijven te zien. Pourquoi est-ce que vous êtes venu? Pour découvrir la suite Office, principalement et Vista, qui sont attendus depuis bien longtemps déjà, et voir si ça va un petit peu rejoindre nos expectations, comme on dirait. Et plus ou moins ça, en fait, découvrir dans quel impact ça aura sur nos développements et quelle migration faire. Est-ce qu'on doit continuer à suivre Microsoft? Et si oui, pourquoi, comment et quels sont les temps que ça prendra point de vue développement, etc. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le keynote de Bill Gates? En keynote de Bill Gates, principalement le maître mot communication. Je pense qu'on en parle partout, tout le temps, et tout le monde communique, ne serait-ce que par voie mobile, peut-être. Ça, c'est peut-être le plus intéressant, c'est que quelque part, il se dirige vers une plateforme qui est une interconnexion aussi bien au niveau internet, intranet, que vers des mobiles, et donc joindre tout le monde partout et n'importe comment, en fait. Zijn er dingen die u zijn bijgebleven uit zijn keynote? Ik heb de indruk dat Microsoft vooral zich focust op hoe mensen met informatie omgaan. En dat is toch wel een belangrijke wijziging, denk ik. Het is niet meer het softwareprogramma op zich en vernieuwen om te vernieuwen, maar eerder hoe mensen naar informatie gaan zoeken en hoe ze het bewaren vooral. Dat lijkt me interessant. Houdt u meer van deze Microsoft dan de vroegere Microsoft dan? Het is allemaal wat sexier geworden en wat funkier. Dat is wel leuk. Het gaat meer richting Apple OS X natuurlijk. Daar hebben ze ook uiteraard goed naar gekeken. Maar ik weet niet wie er aan het winnen is. Qua installed base zal Microsoft wel veruit de winnaar blijven. Maar qua mooiheid en geliktheid denk ik dat Apple toch nog net de edge heeft op Microsoft. Donc, pourquoi êtes-vous venu à cet événement aujourd'hui de Microsoft? Quel est en fait votre principal centre d'intérêt aujourd'hui? Eh bien, mon principal centre d'intérêt, il est tout simple. En tant que responsable marketing de la société Iris, qui édite des logiciels de reconnaissance de texte, de lecture de formulaires, de gestion électronique de documents, on se doit de se tenir au courant de toute l'interface graphique que Microsoft propose dans ses nouveaux produits. Et c'est un petit peu ça que je suis venue découvrir en tant que responsable marketing. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a un point particulier que vous allez retenir du speech de Bill Gates? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué plus que d'autres? Mais disons que c'est toujours très agréable, bien sûr, d'écouter le discours et la vision qu'il peut avoir de l'environnement de travail de chacun. Disons que je n'ai peut-être pas de point particulier à retenir, mais oui. Est-ce que vous l'avez trouvé en forme?
Oui, en tout cas, je l'ai trouvé en forme, j'ai trouvé l'événement bien monté. Je venais aussi regarder comment est-ce que Microsoft a géré un tel énorme événement, parce qu'il y a une sacrée logistique derrière. Et donc, c'est vrai que c'est bien organisé, leurs partenaires sont bien mis en valeur. Les conférences étaient intéressantes, je pense, pour tous ceux qui s'intéressent à l'environnement Microsoft. Et voilà, donc il y avait beaucoup d'informations à venir recueillir. U heeft waarschijnlijk ook de keynote van Bill Gates gezien. Wat vond u ervan? Wel, die keynotes zijn altijd heel afgeklikt. Het mooie eraan is dat je ziet dat een heel aantal ideeën die de afgelopen jaren opgekomen zijn, dat Microsoft erin geslaagd is om een heel aantal ideeën die nu al in producten te integreren. Bijvoorbeeld, ik heb daar de People Search gezien. Dus een paar jaar geleden was het zo de hype van social networking. En blijkbaar hebben ze een manier gevonden om, als je gaat zoeken naar thema's bij je bedrijf, dat je ook onmiddellijk de mensen terugvindt die expert zijn in dat bepaald thema. Que vous êtes venu? Bah écoutez, quand il y a un lancement de produits Microsoft, surtout important comme ce qu'on a eu aujourd'hui, je crois qu'il faut être présent. Et on a pas mal de projets de ce côté-là aussi. On est en train de redévelopper tous nos systèmes administratifs. Et pour cela, on a besoin d'un certain nombre d'outils Microsoft. On pense au CRM, on pense principalement au SharePoint pour les workflows et des choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a marqué dans le keynote de Bill Gates? Ce qui m'a marqué, c'est un peu un manque d'enthousiasme. Je l'ai trouvé un peu décevant, je dois dire. Donc je n'ai pas appris grand-chose de neuf et je regrette un petit peu cela. We hadden eigenlijk al de presentatie van Microsoft voor de bloggers gehad over de Vista. En we hadden zelf al getest, maar een keer zien wat dat, Bill Gates zelf zegt, dat is natuurlijk een keer iets anders. En heeft het u bevallen, wat hij zei? Wel, ik had er wat meer van verwacht. Het was eigenlijk al ja, een beetje de gebruikelijke dingen die hij zei en waar ze mee bezig zijn en wat ze gaan doen en hoeveel geld ze daarin steken, dat kunnen we eigenlijk zo ook wel weten. En ik had meer het gevoel dat wat hij zei door iedereen gezegd kon worden die bij Microsoft werkte. Maar het is natuurlijk indrukwekkend om dan Bill Gates eigenlijk een keer dat te horen zeggen. Als natuurlijk. Voor de rest, vandaag u iets opgevallen? Was het interessant voor de rest? Ja, het was vooral voor business, business to business en niet echt voor, zeker niet voor bloggers of ook niet voor klanten. Dus we kwamen echt wel voor die speech gewoon. Ik denk dat iedereen hier vandaag zijn gaten gevonden heeft. Het was goed georganiseerd, er was heel veel volk. Het is lang geleden dat we in België voor een Microsoft-evenement zoveel volk hebben zien opkomen. En Bill Gates was er, heeft een beetje op zich laten wachten. Het schijnt dat dat aan de file lag, maar het was wel de moeite om hem eens te horen. Wat is u opgevallen uit zijn keynote? De toekomstvisie die hij uitspreekt, dat is altijd opnieuw hetzelfde verhaal, maar hij heeft een visie over de toekomst en hij denkt nog een aantal jaar vooruit en dat blijft het boeiend maken. Hebben we de rest vandaag nog heel interessante dingen gezien? Mensen. Daarvoor kom je ook even voor de contacten met de mensen en je komt toch wel een heel aantal contacten tegen en dat maakt het ook altijd interessant. Wat was er voor de rest vandaag dat u opvallend leek? Wat mij opvallend leek, dat er hier heel veel volk was. Ik weet niet, opvallend. Ja, veel mannen, hè. Qu'est-ce que vous trouviez de l'organisation de cet événement? Autant le produit est bon, autant quand on a la chance d'avoir un hall qui se trouve juste en face d'une station de métro et qu'on oblige les gens à faire une demi-heure à pied pour faire tout le tour du hall pendant des kilomètres pour choisir une entrée qui se trouve près d'un parking, c'est un peu dommage, d'autant plus que plus de la moitié des visiteurs sont venus en métro pour éviter les embouteillages en ville. Gewoon niet geheel positief. Het heeft mijn verwachtingen niet vervuld, omdat ik dacht dat ik toch wel iets meer over de strategie had kunnen vernemen. Bovendien, het is enorm vervelend, maar er zijn een aantal zaaltjes van 300-400 man waar de mensen buiten stonden aan te schuiven, waar je niet bij kon. Dus misschien is mijn indruk ook een beetje, laten we maar zeggen, gehandicapt, doordat ik niet alle informatie tot bij mij kwam zoals ze moest komen. Maar op dat gebied had het beter gekomen. Ik zou zeggen, dit keer een beetje gebuist en volgende keer Microsoft herexamen erdoor. We'll be right back.